De kracht van business management ligt echt wel in die combinatie tussen werken en leren. Als persoon ben ik denk ik heel erg gegroeid, ook door de opleiding. Juist omdat je allemaal verschillende vakgebieden leert kennen. Tijdens mijn traineeship leer ik vooral het leidinggeven, dus het managen. Het gaat mij altijd om bedrijfskunde en aan de andere kant menskunde. En als je die twee samen kan brengen, dan word je echt goed als manager. Als je kijkt naar de missie van waarom zijn wij op aarde en wat is ons bestaansrecht in de maatschappij, dan zie je dat business management echt voorziet in de maatschappelijke behoefte naar ondernemende en onderzoekende managers in het MKB. Dat is het segment waar wij heel erg op focussen. Vandaag gaan we het hebben, jongens, over de matrix van Peter Kamp. 70% van de economische activiteit wordt ontplooit in het midden- en kleinbedrijf. En we hebben een jaar of 7, 8 geleden ook gedacht, nou, als dat zo'n groot aandeel heeft, dan moeten we toch studenten op kunnen leiden voor functies die typisch zijn voor het MKB. Je krijgt nu werk van iemand anders, een andere projectgroep. In hoeverre hebben zij hun werk goed gedaan? We zijn nu net bezig met een simulatiespel. Het spel heet Top Meeting en dat is eigenlijk gericht om mensen te laten ervaren hoe het is om projectmanagement technieken toe te passen. Ja, hebben jullie grip op de zaak? Ja. En wat business management nou zo uniek maakt, is dat studenten, doordat ze in de praktijk direct feedback krijgen op hun functioneren, ze sneller inzicht krijgen in hun sterke en zwakke punten. Zo kunnen ze gericht werken aan hun leerdoelen. Eerste stap van beïnvloeden. Wat doen mensen als je hun een keuze geeft? Ze maken een keuze. Verantwoordelijkheid voor het vinden van een traineeship ligt bij de student, maar ze krijgen wel heel veel ondersteuning daarbij. Ik zit in het tweede jaar van de opleiding Business Management. En op dit moment volg ik mijn traineeship bij de RAI in Amsterdam. 3 dagen ben ik voor de RAI echt aan het werk. En 2 dagen ga ik gewoon naar school om te leren en schoolopdrachten te maken. De student die wordt eigenlijk direct gedwongen om vanaf jaar 1 de kenniscomponenten in de praktijk te toetsen en toe te passen. En dat is een heel groot verschil ten opzichte van andere HBO-opleidingen. Voor haar is het heel toegevoegd niveau dat zij werkend het leidinggeven leert, al werkend. En dat is eigenlijk het beginsel van leidinggeven, is het gewoon doen. En erachter komen wie je bent en hoe je voor een groep staat. We gaan hier even de beursvloer op, laat ik even zien hoe het daar uitziet. Voor dit grote evenement zeg maar, regelen wij de catering. En dat regelen we niet heel zelf, aangezien het zo groot is, hebben we heel veel flexkracht ook voor in dienst. En dan is het leuk voor mijn functie ook dat ik dan die flexkrachten mag aansturen en dat echt het leidinggeven wat bij mijn opleiding hoort, dat het erin terugkomt. Ik ben nu derdejaarsstudent en ik doe nu mijn minor. Ik heb hier eigenlijk van allerlei verschillende projecten gedaan. Bijvoorbeeld een klantonderzoek, een nieuwe agenda, een CRM-systeem, offertes op orde maken. Eigenlijk van alles nog wat heb ik hier gedaan. Oh, dit is stel CNC-machines en hier is de receptie. Je kunt wel vanuit een boek aangeven, nou dit is een model en zo werkt het. Maar die student die komt de week erop, komt gewoon terug van nou, de praktijk is toch wat weerbarstiger. Ja, je krijgt steeds meer zin om gewoon de dingen die je in de les leert, te gaan kijken hoe zit het nou in het bedrijf. Nou, dat zijn superleuke gesprekken, dan maak je echt het onderwijs superlevend. Ik ben als trainee bezig bij Kuni in de rol van junior productmanager. En in die rol heb ik de productcategorie Home & Cooking onder mij. En dan ben ik eigenlijk verantwoordelijk van het inkopen tot het verkopen, maar ook de productpresentaties op de webshops die we hebben, maar ook in de winkel. Wat ons als bedrijf erg aanspreekt, dat we ook schooldrachten mogen aanpassen naar, naar ons bedrijf. Natuurlijk wel in goed overleg met elkaar. En dat maakt de toegevoegde waarde van het bedrijf ook groter. Ik heb ook bewust voor deze opleiding gekozen omdat ik graag aan het werk wilde, graag praktisch bezig wilde zijn. Maar toch ook graag de theoretische onderbouwing en toch een hbo-opleiding doen. En ik denk dat ik in deze opleiding die goede combinatie heb gevonden.